Veel klachten over de post. NIOT adviseert Voorschoten. En stront in Warmond. Dit is het TV West Nieuws van dinsdag 18 oktober. Dag dames en heren. Omroep West heeft tientallen reacties binnengekregen van mensen die klagen over de bezorging van de post in Zuid-Holland. Aanleiding is onze berichtgeving van gisteren over de chaos bij PostNL. In een reactie laat PostNL weten de kritiek niet te herkennen. Omroep West publiceerde gisteren een lijst waarop postbodes hebben bijgehouden waar het bij de bezorging is misgegaan. Vooral in bepaalde delen van Den Haag en in Delft blijft veel post staan. Veel mensen klagen over nooit bezorgde post of over post die veel te laat komt. En soms wordt de post zelfs op zondag bezorgd. Ook verdwijnt regelmatig pakketpost en wie daarover klaagt krijgt geregeld te horen dat het pakketje volgens de administratie gewoon is afgeleverd. Volgens de vakbond komen de problemen door de reorganisatie die PostNL doorvoert. Enerzijds omdat er natuurlijk al een aantal vaste postbodes aan het vertrekken zijn. Die wachten de bui niet af en die zoeken zelf een goed heenkomen bij een ander bedrijf. En anderzijds omdat met name hier in de Randstad die postbezorgers niet gevonden kunnen worden in de aantallen die PostNL nodig heeft. PostNL zegt de wettelijke normen keurig te halen. Burgemeester Wiene van Katwijk heeft opnieuw een drugspand gesloten. Het pand blijft zeker 3 maanden dicht. Volgens politieonderzoek werd er vanuit de woning aan de Langeveldstraat langere tijd gehandeld in harddrugs. Op grond van de opiumwet werden eerder dit jaar ook woningen gesloten aan de Suurmondstraat en de Torbekkenstraat in Katwijk. Burgemeester Wiene roept de Katwijkers op om drugsoverlast te blijven melden bij de politie. De Occupy-actie in Den Haag gaat nog enkele dagen door. De actievoerders moesten eigenlijk gisteren weg zijn, maar de gemeente heeft de vergunning verlengd. Den Haag is een van de 950 steden ter wereld die sinds zaterdag zijn bezet. Er wordt geprotesteerd tegen de uitwassen in de financiële wereld. Afgelopen weekend verzamelden zo'n 700 mensen zich op het Malieveld. En nu staan er nog maar enkele tentjes met zo'n 30 mensen op het grote grasveld. Mevrouw, u ziet daar allemaal tentjes staan. Heeft u enig idee waarvoor? Nee, werkelijk geen idee. I don't have idea what's going on there. Nou ja, ik ben natuurlijk een beetje aan het fietsen hier weer. En dan kom je langs fietsen en ik zie er hier een beetje ja, wat tentjes staan. En dat ik hier wat mensen zit om te protesteren ergens even, denk ik. Als ik zeg Occupy? Naam horen vallen, maar wat het inhoudt weet ik niet. Bijvoorbeeld het kapitaal en de bonus en zo, vermoed ik, om daar tegen te protesteren. Lijkt het mij heel verstandig dat mensen die ook daadwerkelijk iets willen vertellen, dat die hun boodschap voorbereiden, hun verhaal voorbereiden, zodat het krachtiger overkomt. Zeker als waarom bent u hier? Omdat het foute kant op gaat met de maatschappij. Er worden mensen op straat gegooid, de daklozen worden steeds jonger. Studenten die kunnen niks meer betalen. Bejaarde mensen die krijgen minder geld. Wordt bezuinigd, het wordt alleen maar bezuinigd en bezuinigd en bezuinigd. En de mensen gaan ten onder. Dat kan niet. Maar het is nu door de week, hoort u niet te werken? Nee hoor, ik hoef niet te werken. Waarom niet dan? Omdat ik op dit moment in de uitkering zit. Ik wil vooral even toevoegen dat iedereen welkom is op het Malieveld voor discussie, voor een gesprek, voor gezelligheid of gewoon om te komen kijken. Dus iedereen is welkom. Maar doe jij dit niet gewoon voornamelijk voor de gezelligheid? Nee, absoluut niet. Ik heb er wel echt een doel voor. Tot wanneer wilt u nog doorgaan? Wij willen gewoon blijven, want wij willen niet stoppen totdat er die verandering er ook echt is. Want wij pikken het niet langer. Dat de bevolking maar genegeerd wordt. Occupy Den Haag. De presentatie van de plannen voor de verbouwing van Scheveningen Haven is 2 maanden uitgesteld. Verantwoordelijk wethouder Marnix Noorder is de komende tijd afwezig omdat hij geopereerd moet worden. Noorder vindt de plannen zo belangrijk dat hij er zelf bij wil zijn en ze niet door een plaatsvervangend wethouder wil laten behandelen. De tweede etappe van de Nuon Solar Challenge is weer hervat. Gisteren werd de race stilgelegd omdat er een bosbrand woedde. Het team uit Delft rijdt op de tweede plaats. Er moest nog wel een tijd met aangepaste snelheid worden gereden omdat de berm op verschillende plekken nog in brand stond. En ook hing er dikke rook over de weg.
Chris de Zet is gistermiddag in hoger beroep veroordeeld tot 14 jaar cel voor de moord op een Australische man, 5 jaar geleden in Park Madestein in Den Haag. De straf is 2 jaar hoger dan een eerdere veroordeling voor de rechtbank. Chris de Zet zou de Australiër hebben doodgeschoten om onder een grote schuld uit te komen die hij bij het slachtoffer had. Bokster Marichelle de Jong is bij de Europese kampioenschappen in Rotterdam doorgedrongen tot de kwartfinales in de klasse tot 69 kilogram. De 33-jarige titelkandidaat uit Waddinxveen rekende in de eerste ronde af met Elena Vistropova uit Azerbeidzjan. In de kwartfinales komt de zesvoudige nationaal kampioene uit tegen de Duitse Nadine Appetz. Warmond maakt zich op voor de aankomst van de Strontrace. Dat is de jaarlijkse zeilrace van het Friese Workum naar het Zuid-Hollandse Warmond en weer terug. En bij het keerpunt in Warmond is verslaggever Hans Otte. Ja, Hans, is eigenlijk al bekend hoe laat die zeilschepen daar aankomen in Warmond? Nou ja, normaal zou het wel een uurtje of 11 zijn als je wind mee hebt en goed weer. Het is nu geen goed weer, het is strontweer en ze hebben wind tegen om deze kant op te komen. Dus de verwachting is nu dat het na de middag wordt, een uurtje of 3. Kijk, vorig jaar was het ontzettend mooi weer en toen waren de schepen eigenlijk vrij snel hier. Maar goed, dan hebben ze meer last natuurlijk om terug te komen, want het is een behoorlijke rit nog naar Workum. Ze zijn gisteren gestart. Het is een race die van oudsher komt van de geschiedenis, uit de geschiedenis dat de strontschippers hun mest kwamen brengen uit Friesland vandaan naar de bolleboeren hier. Ze kwamen echt met mest om het land hier te gaan bemesten. En dan proberen ze zo snel mogelijk terug te keren om nog een rondje te gaan varen. Maar goed, ze komen nu niet meer met mest, dat is geschiedenis. Het is tegenwoordig symboliek. Het is nog wel koemest, maar dan in gedroogde vorm en verpakt. Maar het hoofdelement is inderdaad de race, maar wel met de achtergrond die race, of de tochten die vroeger gehouden werden over het IJsselmeer om stront naar Warmond te brengen. En ook naar andere gemeenten in de Bollestreek. Hoewel daar ook wel een wedstrijdelement in zat. Dat is wie het eerste en de snelste voer, die had toch weer tijdwinst en ook in die dagen was tijd geld. Nou, vanmorgen waren de eerste schepen bij Haarlem aangekomen. Ze zouden daar een van de zijtakken van het IJ ingaan om zeg maar naar de Haarlemmermeer te komen. Rond 3 uur zijn ze hier, maar voorlopig zijn ze nog wel even aan het trekken aan die schepen. Want als ze geen wind hebben, moeten ze echt met een touw aan de mast langs het jaagpad. Zeg maar. Dus als u ze wilt zien, dan kunt u kijken langs de ringvaart van de Haarlemmermeer. Goed, vanmiddag komen ze dus aan daar in Warmond. Dankjewel, Hans Otte. Het NIOD geeft volgende week donderdag in Voorschoten uitleg over de rol van burgemeesters in oorlogstijd. Het Instituut voor Oorlogs- en Holocauststudies doet dit op verzoek van het College van Burgemeester en Wethouders. De gemeente overweegt de naam van het Berkhoutpark te veranderen omdat Berkhout als burgemeester fout zou zijn geweest in de oorlog. Het park ligt achter het gemeentehuis. De rol van burgemeester Berkhout werd uitgebreid beschreven in een boek over Voorschoten in de periode 1940-1950. Hij heeft eigenlijk alles gedaan wat hem gevraagd is. En ik begrijp wel dat de tijd moeilijk was, maar als hij geweigerd had bepaalde dingen te doen, en dan denk ik aan het opgeven van zijn Joodse inwoners, dan was er waarschijnlijk niet veel bijzonders gebeurd, zeg maar. Dus ik begrijp dat gebrek aan moed, begrijp ik gewoon niet. Het speurwerk van Bragaar leverde ook nieuwe oorlogshelden op. 30 daarvan worden binnenkort toegevoegd aan het bestaande herdenkingsmonument bij de ingang van het park. De kwestie Berkhout wordt tijdens de eerstkomende gemeenteraadsvergadering besproken. Dan gaan we naar het weer. Ja, de dag is onstuimig van start gegaan. Felle regenbuien vandaag, maar het is wel warm voor de tijd van het jaar. Huub Mizee. Ja, inderdaad. Vanmorgen vroeg was het 13 à 14 graden. Maar goed, de regen die ook vanochtend viel, die hing samen met een front. En achter dat front stroomt vandaag wat minder zachte lucht naar ons toe. Goed, vanochtend dus eerst nog wat regen. Daarna komen er al opklaringen en dan blijft het voor de rest van de dag grotendeels droog. Verder staat er een westelijke wind. Die wordt matig tot vrij krachtig langs de kust krachtig. En de temperatuur vandaag overdag is dan zo'n 12 graden. Dankjewel Huub. Blikken we tot slot vooruit op ons dagelijkse programma Tis Wat. En daarin deze week een serie over verzamelaars. En vandaag is het de beurt aan Harry met zijn bijzondere telefoonverzameling. Dit is een toestel van de Star Trek, van de ruimteschepen. Beam me up, Scotty. Ja. Dit is Elvis. Als je gebeld wordt, dan krijg je dit te horen. Ja, ja.
Ja, meer over Harry en zijn verzameling dus vanavond in Het Is Wat. Tot zover het TV West nieuws van dinsdag 18 oktober. Straks kunt u hier kijken naar TV West Sport. Met daarin onder andere meer over de nederlaag van ADO Den Haag tegen Roda JC. Meer nieuws is te vinden op westonline.nl en ook op 89.3 Radio West. Wij zijn er vanmiddag weer om 5 uur met een nieuwe uitzending van het TV West nieuws. Graag tot dan. Ik wens u een hele mooie dag.